Welkom bij Vlogmas, dag 11! Goedemorgen iedereen. Oh, ik ben zo moe. Maar, ça va. Allee, we slaan ons er wel door, hè. En zoals jullie achter mij kunnen zien, sneeuwt het. Oh, is kei mooi. En Mystery Guest heeft zo net ontbijt gemaakt. Super lekker. Eitjes en broodjes. En kijk mijn tas. Hoe cute is die? Die heb ik wel zelf gekozen. Maar toch. En deze ook. Ah. Super cute. Trouwens, voor de mensen die dat gaan vragen, deze is van de Primark en die is van de Action. Ik heb me aangekleed, mijn haren iets of wat gedaan. In zoverre dat ik kon, maar ik moet die wassen straks. Ik heb deze Petrol groene trui aan. Die is van onze webshop. Ik weet niet als die er al op staat als deze vlog online komt. Maar als die er nog niet op staat, dan komt die wel nog. En vandaag is de day dat ik de parents ontmoet, hè? De ouders ontmoeten. Ik heb zenuwen. Ik ben er niet goed in. Allee, ja. Het zal wel meevallen, want ik praat graag en ik praat veel. En ik ben wel sociaal, dus oké. Maar toch heb ik zenuwen. Wat ook wel logisch is, denk ik. We gaan eerst nog iets halen, want ik wil nog iets klein meenemen. Zo ter attentie voor de mama en de papa. Dus dat gaan we eerst nog doen. En dan gaan we vertrekken. Ik ga natuurlijk daar niet filmen, dat zou heel vreemd zijn. Dus ik zie jullie waarschijnlijk straks als ik terug ben. Tot straks! Oké, okay, I'm back. Ik heb dus niks gefilmd zoals gedacht. Maar het was heel leuk geweest, echt super tof. Het was veel beter dan ik had gedacht. Ik had mij niet zo zenuwachtig moeten voelen, maar oké. Het is ondertussen 8 uur, een heel lang dag geweest, tot 6 denk ik. Dus zo leuk was het, van 1 tot 6. En nu ben ik bij mijn bompa. Elke zondag komen naar bompa. Ik kom niet elke zondag mee natuurlijk, ik heb daar geen tijd voor. Maar ik dacht, nu kom ik nog eens. Dus super tof. En mijn metekindje Siroka, Bente. Ik ga het laten zien. Dit zijn niet mijn metekindjes. Dat is Torbe en Luna. Hier is Anaïs. Anishwara. En hier is Bente. Zeg, zottekes. Dit is Bente, dat is mijn metekindje. Jij bent Tati, haar lieveling. Niet aan mijn haren trekken. Oh. Ah, niet aan mijn haren trekken, Torbe. Dat is fijn. Wat doet je? Doe thumbs up. Kan ik een thumbs up doen voor Tati, hè? Ja, hè? Dit is geen foto, hè? Cutie pie. Het laatste? Ik ben natuurlijk het laatste geweest. De twee intro's heeft ze uitgemaakt. Oké, maar niet. Toen. Ik zal toch nog gezien van, hè? Oh ja. Staat op mijn knie. Ik hou op.
Oh, ik heb er maar één. Yes. Wat is dat? Ik ben terug bij de mystery guest thuis. En we gaan kerstfilmavond doen. Woehoe, super gezellig. We hebben sushi, yummy. En kerstboom is aan. En kaarsjes. En het is super gezellig. En waarom wil je nu daar zitten? Ah ja, ik zal de kerstboom showen, maar het kan ook zijn dat mensen het dan gaan zien, hè. Ik zal hem een close-up showen. Oh. Oké, mooi. Woehoe. Sushi, sushi, sushi. Sushi, sushi. Sushi, sushi, sushi. Kijk, lekker. Yummy. Yay, we gaan Elf kijken. Mijn allerfavorietste kerstfilm ooit. Yes. Kerstfilm is gedaan. We zijn nu nog een theetje aan het drinken. En dan gaan we slapen, want het is ondertussen al wel 11 uur. En I am ready for bed. Hè? Ik ben wel blij dat we 11 hebben gekeken. Daar word ik altijd zo gelukkig van. En de sushi was ook echt heel lekker. Yummy. Hopelijk vonden jullie deze vlog leuk. Dus zeker thumbs up als jullie hem leuk vinden. Laat ook iets leuk na in de comments. En ik zie jullie morgen weer voor een nieuwe vlogmas. Slaap wel iedereen.